Briefje van Jan. Beste Geert, natuurlijk was het niet je slimste set om expres het woordje criminelen te vergeten toen je in 2014 op die verkiezingsavond aan je fans vroeg of ze minder Marokkanen wilden. Toch wil ik je ervoor bedanken. Je hebt namelijk wel iets aangetoond over dit land. Dat de politie helemaal niet te bedonderd is om aangiftes op te nemen bijvoorbeeld. Wat zeg ik? De politie is zelfs bereid om voorbedrukte aangifteformulieren te maken en de bureaus extra open te stellen, zodat de mensen na werktijd of moskeebezoek alleen maar bij het kruisje hoefden te tekenen. En dat de NSB nog springlevend is bijvoorbeeld. Wat zeg ik? Dat meer dan 6400 Nederlanders bereid waren om in ruil voor 7,5 euro deuggeld te liegen, dat je ze zo gekwetst had met die vraag over de samenstelling van de Nederlandse bevolking dat je echt de kerk erin moet. En dat je helemaal geen goed verstand nodig hebt om minister van Justitie te worden bijvoorbeeld. Wat zeg ik? Je kunt, zoals Ivo Opstelten van de Volkspartij van Demmink, in dit land nog minister worden als je dement als een deur bent en niet eens meer weet dat jij het OM opdracht gaf om voor die Wilders een strafblad te regelen. En tenslotte dat je het volk alles wijs kunt maken. Wat zeg ik? Dat er dus echt mensen zijn die denken dat Ivo Opstelten achter die informele opdracht aan het OM zat om jou, in juridische zin uiteraard, uit het veld te ruimen. Weten de mensen dan nog altijd niet dat er maar één man is die dit soort gevallen de regie heeft? Begint met een M, eindigt op Ark Rutte. Briefje van Jan.